De Rotterdamse Linda heeft haar ene missie even op een laag pitje gezet om zich volledig te kunnen focussen op haar andere missie, operatie NL Fit. En daar stort ze zich met grote energie op. Linda is de afgelopen weken een echte NL Fit aanvoerder geworden. Ze heeft een trouw contact met haar volgers op social media, die ze van filmpjes en tips voorziet. En dat voelt goed. Ik ben echt een voorbeeld voor sommige van die mensen die dan zeggen van ja, ik kom nou ook weer. Ik ben blij dat ik ook van de bank af ben. En ja, dus het is wel heel bijzonder. Haar gedrevenheid toont zich ook in haar inzet voor de loop op 3 november, waarvoor ze alles uit de kast trekt. Zo ook een mail aan de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Het operatie NL Fit. Een dag later is Linda te gast bij de roadshow van Jan-Willem Roodbeen. En ook die gelegenheid grijpt ze aan om de loop te promoten. In de studio vanmiddag niemand minder dan een van de aanvoerders. Linda, welkom. Ja, dankjewel. Ja, hoe gaat het met je? Ja, heel goed. 3 november is natuurlijk de eindloop. Hè. Dan willen we met zoveel mogelijk Nederlanders 5 kilometer gaan lopen. En Rotterdam, hè. In Rotterdam, in Rotjeknor. Ik heb begrepen dat jij hoog bezoek hebt geregeld. Iets met nou, ik hoop het. Ik heb een mail gestuurd naar de burgemeester. Ahmed Aboutaleb. En die mail is onderweg. En, nou, we hopen dat hij ja zegt. Ja, dat zou heel fijn zijn. Ik denk dat als hij kan, dat hij ja zegt. Want Leuk. Zo sportief is hij wel. Leuk dat je hier was en succes met de loop die je organiseert. Super bedankt. En nog één klein ding. Blijf doorgaan met die leuke muziek. En ik heb een speciaal verzoek eigenlijk over die muziek, als het mag. Oh ja, ik weet voor 3 november. Moet ik plaatjes komen draaien? Ja, zoiets. Nou, dat is bij deze geregeld. Ja. En dan ga ik zo een beetje met mijn ghetto blaster meelopen. Of zo. Zoiets. Dan wordt het een soort live podcast. Ja. Hartstikke leuk. Vanavond dus 19:30 Nederland 1, operatie NL Fit. Er is weer een nummertje gevallen. Nog 3 weken te gaan voor de loop. Ik heb met Linda afgesproken om alvast een stukje van het parcours te verkennen. Hoi. Hey. Gezond op de fiets. Ik zit lekker van het uitzicht te genieten. Ja, heerlijk hè hier. De allereerste keer lopen was daar zo. Ja, die vlag bij die vlaggetjes. Hoeveel meter kon je toen ook alweer? 200 nog iets. Kun je nagaan. Ja, dat is vreselijk. Het is een eind hè, die 5 kilometer. Ja, het ziet er wel pittig uit. Hey, maar misschien moeten we het eerste stukjes verkennen. Hier zo. Ik volg jou hè. Oké, helemaal goed. Super. Betekent het nou nog iets voor jou dat het in Rotterdam is? Ik vind het wel bijzonder. Het voelt wel een beetje soort van alsof ze bij mij op visite komen, zeg maar. Ja. Linda begon dus met 200 meter. Inmiddels kan ze ruim 3 kilometer rennen. Dat is goed, hè? Ja. Dankjewel. Kijk, zo hebben we dat nou ook over een maand. Ja. Heel mooi. Nou, laatste, wat is het? 200 meter. Ja. Bijna hard. Bij mama. Ja, dat tikken we maar. Maar niet over de violen. Nou ja, dat tikken we bij. Gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel. Ja, nou hard. Ja, gaat ook lekker. 3 kilometer in de benen. Hoe vertaalt zich dat op de weegschaal? Hoe gaat ie? Goed. Een goede week gehad? Ja. Ja. Wat fijn. Ja. Ja. Ik ook. Dus wat gaat het betekenen voor het gewicht? Ik denk wel goed. Ja? Je bent afgevallen? Ja. Ik heb een broek aan, er zit ruimte in. Die ik een hele tijd niet aankom. Oké. Dus, ik ga daar niet op doorvragen, Linda. 89,9 kilo woog je. Ja. Ga kijken hoe het nu is. Oké. Je weegt nu 87,7. 2,2 kilo afgevallen. Wat goed. Ja. 1 keer lopen in het park met mij. En dan bam. Dan ga je dan. Ja, je zat achter mij aan. Ja, dan ga je. Ik moet echt keihard. Ja. Het thema was eigenlijk meer structuur, meer grenzen. Hoe loopt dat? Nou, dat gaat heel goed. Ja, dat gaat goed. Dat begint heel mooi vorm te krijgen. Nou, mooi. Ja. Mooi. Ja. Hoi, lieve volgers. Ik ben super trots op mijn 2,2 kilo. Wil jij dat ook bereiken? Laten we zondag, 20 oktober, met z'n allen er weer voor gaan. Ik organiseer dan een loop. Joggen en wandelen, dus je kinderen kunnen mee. Zondag, 2 uur, Rotterdam, Zuiderpark. Startpunt is Mezenhof, het gebouw De Nieuwe Nachtegaal. Zie ik jullie zondag? Kom gezellig. Gaan we er met z'n allen tegenaan. Tot zondag.